Beste kijkers, goedendag. Ja, ik hoor het mezelf nog zeggen begin van de week. Donderdag krijgen we nog een laatste bui. Nou, er zijn talrijke buien nog gevallen in het Rijnmondgebied, helaas. Plensbuien ook. Je wordt er doodziek van het weer. Maar goed, er is een weersverbetering in aantocht. En vanaf morgen blijft het droog. En de temperatuur die gaat dan ook fors oplopen. Dus er is hoop voor de vakantiegangers in onze eigen regio. Ja, ook slecht weer vanmiddag in Rotterdam. Ook daar nog eventjes een fikse regenbui. De komende nacht dan hebben we te maken met brede opklaringen. En landinwaarts gaat die temperatuur fors onderuit naar een graad of 8. En aan de grond misschien wel naar 2, 3 graden. Dus de kampeerders onder ons die zullen het koud gaan krijgen. Aan zee is het een graad of 11. En de wind die gaat flink afnemen. Vannacht staat er nauwelijks wind. Ja, dan morgen overdag, de vrijdag, ziet er beter uit. Maar daar is weinig voor nodig. In ieder geval al een droge dag. Dus daar hebben we al heel wat gewonnen, zou je zeggen. De dag begint ook zonnig, maar in de loop van de ochtend al en in de middag dan wisselen flinke stapelwolken en zon elkaar af. Tegen de avond en begin van de avond dan verdwijnen die stapelwolken weer. Het wordt 18 tot lokaal mogelijk, net aan 20 graden. En er waait een zwakke, aan zee hooguitmatige wind uit het noorden tot noordwesten. Ja, en dan het weekend ziet er prima uit. We krijgen lekker weer. Zaterdag hebben we te maken met zonnige periode, 22 graden. Zondag nog meer zon, alleen wat sluierbewolking. 24 graden landinwaarts, lokaal misschien wel 25. Aan zee dan wat minder warm. En maandag de warmste dag van de reeks. Temperaturen oplopend naar 30 graden. Vrij zonnig met sluierbewolking. In de avond al kans op een lokale onweersbui. In de nacht naar maandag en dinsdagochtend passeert een storing met een paar regen- of onweersbuien. En dan wordt het ook minder warm, want dinsdagmiddag is het dan nog maar een graad of 22. Nou, ten slotte nog een fraaie foto. Die heb ik gekregen. Die is genomen vanuit Fort Buitensluis in Niemandsdorp. Die heeft een uitzicht op de Volkerak. En ja, regelmatig wordt dit gebied opengesteld voor bezoekers. Nou, maakt u ook mooie weerfoto's? U kunt ze insturen naar weerfoto@rijnmond.nl. Ik wens u nog een prettige dag.